Zie, deze lekkere bosbessen zijn 15 dagen oud. Deze gezonde spinazie is 2 weken oud. En deze overheerlijke aardbeien zijn 7 dagen oud, maar nog net zo vers en fruitig als op de dag van aankoop. Hoe is dat mogelijk? Wij van Tommy Teleshopping introduceren Fridge Smart van Tupperware. De makkelijkste en slimste manier om groente en fruit tot wel twee keer zo lang vers te houden en dus ook geld te besparen. Supperware, makers van producten van de hoogste kwaliteit en al meer dan 75 jaar vertrouwd in de keuken, biedt u nu een makkelijke en betaalbare oplossing voor de alsmaar groeiende voedselprijzen. Er zijn er wereldwijd al 50 miljoen stuks van verkocht. Want duur voedsel verspillen, dat voelt alsof je geld in de prullenbak gooit, toch? Het probleem is dat voedsel snel kan bederven als de luchtcirculatie slecht is. Maar hier zorgt het unieke ontwerp met ingenieuze ontluchtingstechnologie voor het juiste evenwicht tussen zuurstof dat naar binnen gaat en koolstofdioxide dat wordt afgevoerd. Zo wordt de ideale atmosfeer gecreëerd waarin groenten en fruit langer vers kunnen blijven. Dus in plaats van verrotting en schimmel blijven fruit en groenten vers, knapperig en vol smaak en voedingsstoffen. En denk eens aan het geld dat u bespaart als u niets meer hoeft weg te gooien. Vanaf. Nu hoeft u zich niet meer te haasten om groente en fruit snel op te eten. Champignons blijven vers, wortels en broccoli blijven knapperig en bleekselderij blijft stevig. En alles blijft bovendien heerlijk smaken. Dit schema helpt u om uw groente of fruit af te stemmen op het juiste ventilatieniveau. De ribbels houden het eten vrij van de bodem voor optimale circulatie. En de Fridge Smart vershoutbakjes zijn zo ontworpen dat u ze makkelijk kunt stapelen zonder het ventilerende effect te verstoren. Zo blijft uw koelkast keurig georganiseerd en overzichtelijk. Het beste van alles is dat het Fridge Smart systeem gegarandeerd 10 jaar meegaat. Dus met de hoeveelheid voedsel die u bespaart, zal het systeem zich in een mum van van tijd terugverdienen.